één keer per jaar wordt het zwembad in Sittard omgetoverd tot een festivalevenement. En vandaag staan we op Groove Garden. De meeste dansfeesten beginnen al 's avonds, maar veel beginnen overdag. Wat brengt jou nou naar Groove Garden? Vind je dat nou echt place to be? Ja, zeker. En zeker als je van Sittard komt, hè, is het toch wel echt een place to be. Waarom doen jullie nou waterpijpen roken op een festival? Nou ja, eigenlijk rookt Michael alleen. Ik zit er een beetje bij. Oh, je zit er een beetje bij. Nou, waarom doe je nou waterpijpen roken op een festival? Nou ja, laten we zo zeggen. We stonden daar en het was net lekker de zon aan schijnen. En toen dachten we, er ging het zonnetje net onder daar achter die bomen. En toen dachten we van ja, wat kun je nou beter doen als een lekker waterpijpje roken bij een ondergaande zon, met een biertje erbij en... Lekkere muziek. Ja. Ja, zeker man, een Sittard! Sittard, zelf ook een Sittard? Ja, ja, ja. Ik kom net terug uit Suriname, 3 maanden. En dat is mijn eerste weekend thuis. Dat is nog eens even thuiskomen, hè? Ja, zeker. Ja, dit is de eerste keer dat ik hier kom. En hoe vind je? Ik voel wel gezellig. Gezellig, hè? Leuke mensen. Van wat voor muziek hou jij nou? Sowieso house, R&B, noem het maar op. Zeg maar. Oké, en is er echt een nummer dat je vanavond per se wil horen dat je niet weg wil laten? Ja, sowieso Bloody Beetroots, Warp. Oké. Sowieso, zeg maar. En van welke muziek hou je nou? En welk nummer wil je echt, die moet ik horen vanavond? Ja, nee, dat heb ik niet eigenlijk. Ik vind alles wel eigenlijk wel leuk. We alle markten naar huis. Ja, lekker losgaan. Ja, zeker. Laat eens een beetje zien hoe je losgaat. Ik houden jullie nou? R&B. R&B, yes. Nee, ik hou van alles. What's the fun? What's the fun? Klote, ik wil hem maken. Ik ben dronken, dus ik ga gewoon door. Nu lig ik hier. Heel veel stad. En hebben de last van mijn leven gehad. Maar helaas, er komt weer lichaam door de ramen. Hoewel in onze wereld vannacht stil zal gaan staan. En dat moet ook komen, vannacht stilstaan. Ja. Er is een nacht die wordt bezongen door het mooiste lied. Er is een nacht waarvan ik dacht doorleken. Liever niet beleven zon. Maar vandaag beleef ik het met jou. Webverkleier drukt zich nu naar een festival. Wat is nu de ideale look voor jou? Dat is een gooi. Ja. Gewoon lekker los en sportief. De rest maakt niks uit. Oké. Okay. En haar naaks. Verkleding, kleding. Ja. Ik zal je zeggen, ik ben er vandaag niet mee gesteld. Dus het zou eigenlijk weer worden. Dat klopt. Ja, dat ik dacht, doe maar gewoon iets lekkers aan. Ja, je ziet er top uit. Dat bedoel ik. En je hebt een speciale outfit aangetrokken voor vandaag. Ja. Je wist niet wat het weer ging doen. Precies, dus de kobertjes en de jasjes liggen in de kluisjes. Ah, dus. Oh, kijk, die heb je achterwege gelaten. Ja. Maar wat trek jij nou aan op het festival? Laarzen voor de modder. Laarzen voor de modder. Serieus, heb ik vandaag ook naar gekeken met de schene zon. Toen dacht ik, laat maar. Ja, dat dacht ik eerst ook. Maar ja, is toch wel goed. Ik moet zeggen, ze zijn heel leuk. Ja. Je hebt ook heel mooi jaar gedaan. Hoe lang ben je nou bezig met je klaar te maken? Oh, vandaag niet zo lang. Groove Garden is niet het festival. Het is niet het festival. Nee. Dat mag je eigenlijk niet zeggen. Het is het festival. Het is place to be. Ja, het is gewoon relax, maar... Ik heb ze eigenlijk om de 2 weken vergroot. Om de 2 weken?
Zo, maar dat duurt dus wel even, want hoe lang heb je ze nu? 5 jaar. 5 jaar al, oké. Nou, top, ziet er geweldig uit. Ja, dankjewel. Ik moet zeggen, ik ben hier al een tijdje op Groove Garden rond aan het lopen, maar ik vind jullie fashion wel gaaf hoor. Hoe lang hebben jullie erover gedaan om jullie te stylen? Ik doe al 10 minuten erover. Hoe lang? 10 minuten. 10 minuten. Ja. Ah, ik moet zeggen, het ziet er fabulous uit. Top, meid. Wij doen gewoon kleren aan, een beetje make-up, klaar. Ja, top. Op wat? Op welke muziek dans jij graag? Op deze muziek? Ja, ook, maar liefst heavy metal. Oké, okay, en hoe dans je dan? Kan je even voordoen? Nee. Jawel, doe het voor mij. Ik dans niet graag. Ik kan meestal gewoon zitten en een beetje kijken, weet je wel. Ja, maar je zegt net, je danst graag. Nee. Op heavy metal. Nee, maar ik vraag nee. me af, hoe dans je dan op heavy metal? Jij, ik weet het niet. Jij vroeg me, op welke muziek dans je het liefst? Ja, dat weet ik, heavy metal. Ja, maar ik weet niet hoe dat eruit ziet, maar kan je het even voordoen? Ja, het kan niet lukken. Jawel, doe een klein stukje, klein stukje. Kom. Kan jij niet gewoon een beetje dansen? Ik kan wel een beetje dansen, maar ik vraag het aan jou. Zo maar dan. En nu jij. Kijk dan. De dames schreeuwen om jou. Ik ben bang voor de camera. Normaal gesproken had ik voor je gedanst. Ja, de dames schreeuwen om jou. Het lukt me niet met de camera. Stukje. Jawel, de camera is er niet. Het gaat me niet lukken, eigenlijk niet. Het is bij me. Je hebt een eigen sportschool, hoorde ik. We hebben ook een stukje My Moves in het programma. Maar doe jij nou zelf ook echt iedere dag trainen en die dingen? Nee, ik ben nu nog maar 3 of 4 keer in de week aan het trainen. Ah, kijk, maar dadelijk zie je al een enorm verschil. Oh, ben je kickboxer? Kan je niet eens een paar keer sparren of zo, even voordoen? Nee, dan krijg je zo'n oog zoals Michael heeft. Ja, maar laat even zien, jongens. Ik zag dat je heel mooi aan het dansen was. Wat voor stijl is dat? Weet je niet. Weet je niet? Voor je eigen stijl? Mijn eigen stijl. Voor je eigen stijl. Wil je nog een stukje volgen voor mij? Ik ben Yvette Nesselaar en elke dinsdagavond kun je kijken naar een nieuwe aflevering van My Style op TVLF. My style.